De Cubaanse artsen die eerder in Suriname hebben gewerkt, komen terug. Tijdens een vergadering in de Nationale Assemblée zei minister Amar Ramadien van Volksgezondheid dat deze artsen vooral het tekort in het binnenland moeten helpen inlopen. Het ministerie is bezig met een traject om samen met gezondheidsinstellingen, waaronder RGD en Medische Zending, de behoefte aan artsen in kaart te brengen. En op basis van die informatie zijn wij in overleg met de instellingen op zoek gegaan naar een aantal artsen die eerder in Suriname hebben gewerkt, met name Cubaanse. En ik kan hier meedelen dat wij eigenlijk al in het afrondingstraject zijn, waarbij de instellingen zelf hebben aangegeven met wie zij ervaring hebben en wie zij graag terug zouden willen hebben, die in ieder geval een belangrijke bijdrage kan leveren in de medische voorziening aan de gemeenschap. Dus ik kan uw college meedelen dat op korte termijn wij deze groep van artsen en verpleegkundigen zullen kunnen inzetten in Suriname. NDP-parlementariër Stephen Sang kon uit de verklaring van de minister niet duidelijk halen waarom de Cubaanse artsen in eerste instantie dan zijn weggestuurd. Hij vroeg om nadere uitleg. We zijn blij te horen dat de Cubaanse artsen terugkomen. Want het is jammer dat ze eerst waren weggestuurd. Want eerst waren ze te duur, dan waren ze niet nodig, vervolgens voldeden ze niet. Dan is er een schuld achtergelaten door de vorige regering. Wat is er nou precies? Ik heb mijn antwoord niet gekregen daarop. Waarom zijn ze nu wel nodig en voldoen ze wel? Er zijn al een hele tijd klachten dat er te weinig artsen zijn om vooral in het binnenland werkzaamheden uit te voeren.